Welkom bij een nieuwe aflevering van Bostillon Muziek. Nog steeds in een nieuw jasje met leuke ingrediënten. Straks de geschiedenis van de Bosse popmuziek. En te gast straks de heren van Pots. Je kent ze nog van 7 dagen lang. Eerst gaan we kijken naar een zanger die al zijn sporen verdiend heeft in het verleden. Je kent hem nog van Meisjes en Leuk. Nou, neem jij maar een andere in de maling. Dat is zijn allernieuwste. Hier is Rob Soren. Je zegt, je denkt, je doet maar wat, maar het kan me echt niet schelen. Ik heb het nu echt met jou gehad, laat me nu met rust. Want alles wat je zegt, oh, het gaat me zo vervelen. Mijn liefde voor jou was al lang geblust. Neem jij maar een ander in de maling. Ik heb jouw spelletjes wel door, je bent zo glad als een paling. En trouw, dat hoort bij mij, maar niet bij jou. Neem jij maar een ander in de maling. Ik heb jouw spelletjes wel door, je bent zo glad als een paling. Waar deed ik mijn best dan nog voor? Ondankbaar ben jij, eerlijkheid en trouw, dat hoort bij mij, maar niet bij jou. Je lacht, je doet zo raar, je speelt enkel comedie. Jouw uiterlijk een groot gevaar, want alles is maar schijn. Je doet zo lief en aardig, je denkt dat je alles weet. Maar je valt nooit door de mand, als je dat maar weet. Neem jij maar een ander in de maling. Ik heb jouw spelletjes wel door, je bent zo glad als een paling. Waar deed ik mijn best dan nog voor? Ondankbaar ben jij, eerlijkheid en trouw, dat hoort bij mij, maar niet bij jou. Zo glad als een paling, ik heb jouw spelletjes wel door. Waar deed ik mijn best dan nog zo voor? Ondankbaar ben jij, eerlijkheid en trouw, dat hoort bij mij, maar niet bij jou. Neem jij maar een ander in de maling. Oh, ik heb jouw spelletjes wel door, je bent zo glad als een paling. Waar deed ik mijn best dan nog voor? Ondankbaar. Neem jij een ander in de maling, Rob Soren, fantastisch natuurlijk. Deze heren neem ik liever niet in de maling. Hier naast me Sjoerd van Bommel, welkom. Ja, leuk dat je ons uitgenodigd hebt. Natuurlijk, hè. We hebben daar een reden voor. En links van mij is dat natuurlijk Kees Bühne. Hoi. Beide lid van Bots, daar gaan we over praten, maar beide ook muzikanten uit 'Zertogenbos. Als we het daarover hebben, over de geschiedenis van de Bosse popmuziek. Sjoerd, wat heb je allemaal hier gedaan? Nou, ik heb in een bos heb ik veel gedaan tot... Ja, totdat het hele Nederlandse circuit mij vroeg, zeg maar. Maar ik ben wel begonnen in een bos met de Poekelband. Toen kwam ik ook in een bos wonen. En dat was een band met Jan Rozen, die van de Kleinkinder. Dat is lang geleden. En Frans Baudouin, later van Lancé en VOF de Kunst. Die zat in dat bandje. En Rob de Koster en Ivo Severijns. Later Herman Brood, de Kane, nog niet zo lang geleden. Dus ja, dat zijn allemaal leuke Bosse muzikanten die toch uitgevlogen zijn uit de vestingstad, zeg maar. Want ik kwam op een gegeven moment, werd ik toch gevraagd door, om bij Maarten Peters en The Dream te spelen. Dat was weer een club rondom Frank Boeien uit die tijd, de jaren 80 hebben we het nou over. En toen ik in die band zat met andere muzikanten die later ook flink in de weg getimmerd hebben, toen hoorde ik van die gitarist uit die band dat hij ook zijdelings bij Bots speelde, Bert Meulendijk. En die zei van ja, ze zoeken een drummer, want we moeten volgende week op tour. En degene die we hebben,
die is mentaal ingestort. Ik zei, nou is het zo moeilijk, dat repertoire. Nou, dat was het. Want ik ben gaan repeteren. En wat bots. En dat vond ik toen zo ontzettend leuk. En ik was al van heel van oudsher was ik een echte fan. Ik ben een jaar of 18, 19 was ik. Begin al half jaren 70. Toen zag ik ze in hun beginfase. En dat vond ik geweldig. Dat in hun glorietijd. Ja, dat toen in de Nederlandse glorietijd. Hè. Toen liep het even als een trein. En dan had je die drummer met dat vatendrumstel van die olievaten. En dan had je Nout Jansen, die nou weer in de band zit. Dat was iemand met haar tot hier en dan grote snor en weet je wel, een baard. En Hans ook. En ik weet dat ik dat bandje voor het eerst zag en dat ik denk van, jezus, wat is dit voor een clubje losgeslagen. Dus jij hebt de vroegere tijd ook meegemaakt? Nou, gezien. En toen werd ik dus half jaren 80. Toen zei die gitarist waar ik toen mee speelde, die zei van, ja, ik ben een soort sessiemuzikant bij Bots. En ze zoeken een drummer. En toen ben ik eigenlijk meteen aangenomen. En wat zo leuk was van dat repertoire was van, als zij ergens drie keer een vierkwart zouden van acht, een blokje van acht. En dan ergens zit er eentje van 8,5. En daar kan je als drummer, als je niet goed in de vormen bent, ja, dan blijf je studeren. Dus dat was die vorige drummer was daar overkomen. Dat hij op een gegeven moment helemaal gek werd van het repertoire. En toen, ik zit dan redelijk in de vormen. Dus ik had het redelijk snel onder de knie. En vanaf half jaren 80 speel ik dus mee. Ja, ja. Links van mij, Kees. Ook begonnen natuurlijk heel vroeg al. Op de Sint-Hans-systeem neem ik aan. Oh ja, dat was mijn eerste bandje, ja. Schoolbandje, ja. Hartstikke leuk. Even kijken, met Frank Remer, die zat bij mij in de klas. Daar heb ik veel akkoorden van geleerd. En later allerlei bandjes in de Bos. En toen het cabaret in, samen met Henk Wittenberg. En daarna de Bill Bradley Band met Alfred Martens. Waarmee we de foute hit Stille Willy scoorden. Fout in die zin dat we daarna na elke A&R-manager waar we mee gingen praten kreeg te horen: leuk liedje, maar heb je niks over een vrachtwagen? Want dat had zich bewezen en dan willen ze dat succes natuurlijk steeds opnieuw blijven herhalen. Dus dat was een doodlopende weg eigenlijk. En toen werd ik in eind 82 voor Bots gevraagd. Dat was meteen bingo op naar Duitsland. Mijn eerste optreden was in de Westfalenhal. En ik had geen idee wat ik me daarbij voor moest stellen. En de meeste mensen in Nederland weten nog steeds niets van die avonturen van Bots in Duitsland eigenlijk. Voor de kijkers, leg eens even uit voor de jongere kijkers. Wie is Bots? Waar staat Bots voor? Bots was oorspronkelijk de eerste band in Nederland met een volledig Nederlandstalig repertoire. Daar komt het in wezen op neer met maatschappijkritische teksten. In die tijd geschreven door Hans Sanders, de zanger. En die eerste LP die sloeg meteen enorm aan. En even kijken, na de vierde LP, en toen was 7 dagen lang de grote hit natuurlijk al. Toen werden ze gevraagd om op te treden op een festival in Bonn. En dat heette Rock Gegen Rechts. En toen stonden ze ineens voor 80.000 enthousiaste Duitsers die helemaal uit hun dak gingen van het overigens toen nog in het Nederlands gezongen repertoire. Toen dook Dieter Deem, onze huidige producent, die dook daar meteen bovenop. En toen zijn ze allerlei beroemde tekstschrijvers in Duitsland gaan benaderen om dat repertoire in het Duits te vertalen. En toen kwam de eerste LP toen nog in Duitsland uit en daar werden er meteen 300.000 van verkocht. Ja, fantastisch natuurlijk. We hebben een aantal clips van jullie. Hè. Regelmatig draaien we dat in Bostion Muziek. Mm-hmm. 7 dagen lang is toch de grootste hit van Bots, neem ik aan. In Nederland wel. In Duitsland is Augsteen. Ja, Sjoerd, wat vind je? Augsteen is er een groot. Augsteen is groot. Dat is het Weichgewasser. Weichgewasser is eigenlijk het lijflied van de demonstranten tegen kernenergie geworden. En ik weet nog wel dat dat overal waar je kwam en je begon het lied te spelen, werden Duitsers echt lyrisch. Want dat was hun backbone. Dat was hun het lied. Als ze dan 's ochtends weer met z'n allen hand in hand om zo'n kerncentrale stonden, dan werd dat lied ingezet. En nou ja, daar kun je wel rillingen van over je rug krijgen, moet ik zeggen.
eerst moeten we vechten. Niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang. Eerst moeten we vechten. Niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang. Voor het geluk van iedereen. Dus vechten we samen. Samen staan we sterk. Ja, vechten we samen. Niet alleen. Live opgenomen tijdens het fantastische Amstel Live in de Ahoy, 7 dagen lang. Bots in de DDR in West-Duitsland. Nou, ik zeg altijd maar, Bots is eigenlijk te vergelijken qua populariteit. In Nederland zou dat Golden Earring zijn. Is dat best weg te schrijven in Duitsland dat Bots net zo populairder is? Ja, wel in een ander circuit dan de Earring. Wij zitten toch meer in alles wat met de vredesbeweging te maken heeft in Duitsland. En vandaar dat Das Weiche Wasser, dat werd de hymne van de Duitse vredesbeweging. Ja, en dan kom je dus terecht op hele rare plekken. Wat Sjoerd net al vertelde, als er weer zo'n demonstratie was tegen kernenergie of zo. Maar dan kwamen daar toch al gauw 150.000 man op af. En ja, dat tikt natuurlijk lekker aan. Ja. Wat is er zo bijzonder aan het avontuur van Bots in Duitsland? Want ja, dan maak je toch echt volgens mij geschiedenis. Als je daar als artiest staat en ook die Berlijnse muur meemaakt natuurlijk. Hè, dat die afgebroken wordt. Maar jullie hebben heel die periode hebben jullie meegemaakt. Ja, even kijken. Ik ben voor het eerst in de DDR geweest in 1983 en toen stond die muur dus nog zeer solide. En het zag er ook niet naar uit dat die voorlopig nog weg zou gaan. En we hebben daar natuurlijk allerlei mensen leren kennen die later ook dissident werden en in de problemen kwamen met dat regime. En die hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk te helpen met van alles. En later zagen wij toch wel aankomen dat de arbeidsproductiviteit in zo'n maatschappij dermate laag was dat Hans en ik tegen elkaar zeiden in 86 al. Nou, volgens mij gaan ze hartstikke failliet. Wat inderdaad ook in 89 gebeurde. Ja. Zeg Sjoerd, u treden nog steeds op in Duitsland, hè? Ja. Hans Sanders is in 2007 overleden. Je hebt een fantastische vervanging gevonden in de vorm van Rick Poelman. Rick Poelman, heel goed, ja. Hè? Nou, Rick Poelman zat er eigenlijk in 89. Toen kwamen we een beetje uit Duitsland. Hans was het en de oude botsers waren het een beetje moe om elke keer een tour van. Dus de toeren werden al korter. En op een gegeven moment kwam het idee van, weet je wat, we gaan terug naar Nederland. We gaan weer een Nederlandstalige plaat maken. Voor Free Record was dat toen, hè, Paradijs. En dan gaan we weer in Nederland en in België spelen. En in die periode is Rick Poelman al als backing vocalist en gitarist ingehuurd. En toen is het eigenlijk een beetje weggezakt. En Hans ging steeds maar aan zijn kroeg werken en andere dingen. En toen zijn ze eigenlijk in 2001 of zo zijn ze weer voor een Folkwoods festival. Dat is een heel leuk festival in Eindhoven. Zeiden ze van, nou, we doen weer eens een keer iets met Bots. Nog steeds Nederlandstalig. En toen is dat bandje weer geformeerd. Ja, en toen kwam er weer heel langzaam leven in. Tot zelfs 2005 was de Vrienden van Amstel, wat je net gezien hebt. En helaas is toen in 2007 is Hans overleden. Maar toen hebben we op zijn begrafenis gespeeld met Rick Poelman als leadzanger. En dat beviel zo goed.
En daar was ook eigenlijk wel sprake van Hans uit ook, toen hij wist van dat hij het niet zo lang meer zou maken. Dat hij zoiets had van, ja, nou, het kan helemaal over zijn. Of jullie jongens pakken het weer op, waar we nou ongeveer zijn. En zoekt er inderdaad een Rick Polman bij. Dus. Ja. Er is een prachtig album is gemaakt. Hè. Was ook in samenwerking met Hans natuurlijk. Hè. Die wist dat dat eraan zat te komen. Een heel mooi album. Hij heeft nieuwe teksten geschreven. Hoe is dat in zijn werking gegaan? We hadden nog een aantal basistracks liggen van het Bosproeven-album. En toen Hans er niet meer was, kwamen wij dan met het idee om een eerbetoon aan hem te maken. En die basisbanden, daar hebben wij toen andere artiesten bij gezocht, waarvan wij dachten dat die daar geschikt voor zouden zijn, qua stem of qua opvatting. Zo zingt. En toen hebben we bijvoorbeeld een liedje als De Man. Hebben we Peter Koelewijn voor gevraagd, wat hij erg leuk gezongen heeft. Guus Meeuwis doet 7 dagen lang en Gerard van Maasakkers doet er één en Huub van der Lubbe. Ik vergeet er nog een paar sjoerden. Wie zijn? Ja. Jebe Roy, Lenny Koer zingt een nummer. Wie hebben we nog meer? Rick natuurlijk. Rick is daar begonnen, die heeft een stuk of 2-3 gezongen op die plaat. Dat zou goed aan erfenis niks kunnen zijn van jongens, dat hij al die nummers nog een keer met die artiest best de hitparade in zou kunnen belanden. Ja, hoewel dat een beetje. Kijk, die hele plaatindustrie die is een beetje. Die is totaal ingestort eigenlijk. Maar daar moet je het ook niet voor doen. Wij wilden gewoon een hommage aan Hans maken. En dat is gewoon goed gelukt. En voor de vaste fans die daar belangstelling voor hebben en die dat leuk vinden om te hebben, nou, daarvoor hebben we hem gemaakt. Maar daar gaan we geen miljonair van worden of zo. Nee, precies. We gaan even naar een clip kijken. Je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. Wat houdt het in, Sjoerd? Dat is wel toepasselijk. Maar dat je dus eigenlijk het pas gaat missen als je er in je hele leven niet over nadenkt. En dan ga je het missen als het er ineens niet meer is. En dat is zeer toepasselijk. Met Hans natuurlijk. Hans was toch de man, Mr. Bots. En ineens is hij er niet meer. Dus nou ja, je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. Je gaat het missen als je... Als je het nodig hebt. Ja. Straks even meer informatie over de plannen van Bots. Hè, want binnenkort komt er het een en ander uit. Eerst even de clip. Je mag hem zelf in de camera. Mag je hem even aankondigen? Je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. Ik heb mijn ei wel op. Het is niet te geloven. Ik heb mijn ei wel op. Ze is er vandoor. Ze had haar ei ook op, al gaf ik haar rozen. Ze had genoeg van mij, maar ik nog niet genoeg van haar. Het ging zo fijn, dus ik wilde trouwen. Dat zag ze niet zitten, dan ga je eraan. Ze is nu weg, en ik was de ramen. Je voelt pas nattigheid, als je droog komt te staan. Je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. Mijn bed is leeg en daar vind ik niks aan. Je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. Ik heb mijn ei wel op, wat heb ik gedaan? Ik had een vriendje, hij was ook maar 14. Zo'n aardig vriendje, zo lief en zo fijn. Maar elke keer vroeg hij een tientje. Dat vond ik lullig, ik had zijn vader kunnen zijn. Ik zei tegen hem, zonder te vitten: blijf dan bij mij, dan sta me wel aan. Maar nee meneer, dat zag niet zitten. Je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. Je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. Mijn bed is leeg en daar vind ik niks aan. Je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. Ik heb mijn ei wel op, wat heb ik gedaan? We'll be right back.
hier in me zitten. Ik heb er genoeg van. Dat er niemand is om voor te bestaan. Misschien gaat het over als je niet wilt bezitten. Je voetbalsnattigheid als je droog komt te staan. Je voetbalsnattigheid als je droog komt te staan. Mijn fles is leeg en daar vind ik niks aan. Je voetbalsnattigheid als je droog komt te staan. Ik heb mijn ei wel op, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn ei wel op, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn ei wel op, wat heb ik gedaan? Je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. Fantastisch. Bots natuurlijk nog als zang Hans Sanders. Ja, er staat het een en ander op stapel, Kees, te verwachten van Bots. Je bent heel druk bezig, al jaren eigenlijk. Hè. Wat kunnen we verwachten? Nou ja, we zijn begonnen met ontwikkelen van nieuw repertoire. We schrijven nieuwe liedjes. En het kwam zo, mijn vrouw Han, die is tekstschrijfster. En die kwam met een paar hele mooie teksten. En als wij op tournee gaan naar Duitsland, ja, daar is nogal, er zijn nogal afstanden die je dan moet afleggen. En dan is het wel fijn dat je onderweg iets te doen hebt. Dus ik had die teksten meegenomen en die circuleerden door de bus. En iedereen die zich aangesproken voelde door een van die teksten, die zei dan, oh, deze wil ik wel op muziek zetten. En toen bleek dat we 4 of 5 goede componisten in de band hebben zitten. Die allemaal op hun eigen manier bezig zijn gegaan met die liedjes. En dat is een hele leuke manier van werken, want nou wordt ook het maken van dat repertoire collectief gebeuren. En voorheen, wie deed dat dan? Voornamelijk Hans en ik. Maar nou doen we het met z'n allen en dat vind ik veel leuker. Ja. Nou wordt het echt een gezamenlijk kindje, zou ik maar zeggen, hè? Zo'n plaat. Welk nummer heb jij geschreven, Sjoerd? Ja, een prachtige tekst van Han. En dat was op de storthoop van de tijd wordt het afval niet gescheiden. Dat was de eerste zin. Dus ja, dan kun je geen leuke carnavalskraken van maken. Dus ik heb best een mooie, diepe song geschreven daarvoor. En het is leuk, want Casey stuurt mij dan met de mail stuurt hij mij een coupletje en een refreintje. En dan zeg ik, nou, ik heb hier een bridge voor en zo. Dus we doen het ook in mekaars nummer. Dat zitten we ook te rommelen. Maar heeft het als vanouds ook weer dan weer een boodschap waar men Bots van kent? Ja, ja, ja. Wel iets universeler, maar ook een beetje aangepast aan de tijdgeest van nu. Dat viel ons in Duitsland ook weer zo op. Toen we vorig jaar in Berlijn gevraagd werden om weer voor die anti-kernbeweging te spelen. Dan komen daar in Duitsland 110.000 man op af. En dat soort strijdlust bestaat helemaal niet meer in Nederland. Dat kunnen we niet indenken. Nee, je kunt het ook bijna niet uitleggen hier, maar goed, dus dat doen we dan ook maar niet. Maar dat is een heel groot verschil. En die strijdcultuur, ja, als die er niet meer is, dan hoef je in die geest ook geen repertoire meer te maken. Want daar zit ook niemand op te wachten. Dus we hebben ervoor gekozen om toch wel geëngageerd repertoire te blijven maken. Maar een beetje aangepast aan de tijdgeest van nu. Ja. Een Nederlands en Duits album betekent gewoon dat Nederlandse teksten vertaald wordt naar het Duits weer? Ja, vertaald of misschien wel totaal andere teksten, want het bekt toch heel anders. Nederlands is, je denkt dat het broertjes zijn die talen, maar in het Duits vind ik het makkelijker om bij wijze van spreken om dingetjes anders te zingen of anders te zeggen. Dus die teksten die worden veranderd of sommige tekstdichters zullen erop springen en misschien er iets heel anders op zetten. Dat kan dus ook, maar hoofdzakelijk wel overeenkomstige doelen, onderwerpen, zeg maar. Ja. Binnenkort zijn jullie te zien in een documentaire. Jullie zijn bezig met een documentaire over Bots van vroeger uit. Hè. Dat is gigantisch werk natuurlijk. Ja. Kijk er al helemaal naar uit. Hoe kom je tot het idee eigenlijk? Nou, het is een idee van Frank van Os, filmmaker, hier uit Den Bosch. En die heeft ons in de tijd benaderd, en toen was Hans al ziek, met het verzoek of hij een documentaire over de geschiedenis van Bots mag maken. En Hans die vond het oké.
Maar die zei nog tegen Frank, ja, als je mij nog wilt interviewen, zou ik maar niet meer al te lang wachten. En het weekend daarna was hij gestorven. Dus wat dat betreft heeft Frank het moeten doen met archiefmateriaal. En hij is een paar keer met ons meegeweest naar Duitsland. Hij is meegeweest naar Frankfurt, naar Stuttgart, naar Berlijn. En daar van alles geschoten. En daarnaast had hij iemand in Duitsland die daar de televisiearchieven goed kende. Dus hij heeft daar echt een schat aan informatie op weten te duiken. En één ding, dat vind ik wel heel bijzonder wat hij gevonden heeft. Dan zie je Willy Brandt als een journaalpresentator voor de camera. En die leest dan de tekst van het Weigerwasser voor. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Waanzinnig, ja. Ja, de film is straks te zien als het goed is via Omroep Brabant. Dat weet ik niet precies. Want ik geloof dat Frank met een aantal verschillende gegadigden bezig is. Ik dacht aan het Uur van de Wolf of zoiets, maar dat weet ik niet zeker. Okay. Maar, goed, het is wat dat betreft ook zijn project, hoor. Okay. Goed, wanneer kunnen we echt weer een leuke single van jullie verwachten in de komende tijd? Wie kan daar antwoord op geven? Dat moet Kees maar doen. Okay. We zijn nog steeds in het stadium van songs schrijven. We hebben er nu een stuk of 10, 12. En daar gaan we even mee door tot we er pak een beetje 18 hebben. En tijdens het opnameproces valt daar vanzelf wel weer iets van af. En ik verwacht dat wij eind november of zo met de opnames gaan beginnen. Oké, ik kan niet wachten tot de single dan uitkomt. En natuurlijk de verdere projecten. We zijn toe aan het stukje de geschiedenis van de Bosse popmuziek. In het kader van de allerleukste muziek uit de 60er, 70er jaren is er een formatie die de dag van vandaag nog steeds optreedt. Ieder weekend treden ze nog steeds op. We hebben het over de Cedar Stars. Nou, in 1963 hadden ze een pracht van een nummer wat ze vertolkten via de Belgische tv. Kijk naar de Cedar Stars met Midnight. Den Bosch groeit uit tot de tweede beatstad van Nederland. En nu... Thank you.
De Cederstraat, natuurlijk, ja. Ze woonden vroeger in de Cederstraat. Nu niet meer, maar ze maken nog steeds muziek. Als je nou thuis zit en denkt van ja, wel leuk om van ons bandje van vroeger even een clip te laten zien, dan stuur een mail naar redactie@bosjon.com. En in het kader van de Bosse Popmuziek kom jij dan in ons programma. We zijn toegekomen aan het einde van dit prachtige programma Bosjon Muziek. We bedanken natuurlijk iedereen die meegewerkt heeft aan dit programma. Wat ons betreft, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Weet dat je altijd welkom bent.